ja, ik denk veel aangeslagen mensen binnen Feyenoord, Jan de Jong. Ja, de aanvoerder van Feyenoord is overleden. Een aanvoerder op het veld, maar zeker ook na zijn actieve carrière een aanvoerder buiten het veld. En ik had wel een hele speciale band met Gerard. Ik keek naar hem, dat zijn zijn partner, als een soort vader van Feyenoord. En ik heb een half jaar naast hem mogen zitten op de tribune, met groot genoegen. En een hele bijzondere man is ons ontvallen. Het geeft wel aan dat het een topsporter was of is tot het laatste moment. Want hij was al lange tijd ziek. En als je kijkt hoe lang hij dan relatief eigenlijk dan nog heeft volgehouden. En hoe vaak hij toch nog in dit stadion was. Ongeacht hoe ziek hij was. Dat kenmerkt denk ik de man wel. Een vechter, een strijder, een krijger. Het is ongelooflijk als je ziet wat voor ziekte hij had. En hoe hij daaronder leed. Maar daar zit ook weer dat plichtsbesef van Gerard. Want Gerard wilde erbij zijn toen we de beker wonnen. Maar dat niet alleen, ook toen zijn teamgenoot Henk Schouten overleed, waar hij mee gevoetbald heeft. Er was ook geen twijfel over mogelijk. Hij zou nog spreken op de begrafenis van Henk. En hij zei tegen zichzelf al, dit is ongeveer mijn laatste kunstje. Maar als aanvoerder wil ik dit toch nog doen, want ik wil afscheid nemen van een ploeggenoot. En dat is wat ik bedoel. Je kan aanvoerder zijn om prijzen in ontvangst te nemen, maar een echte aanvoerder is daar op het moment dat het allermoeilijkst was. En dat was hij altijd, dus buiten de lijnen ook. De naam van Henk Schouten valt ook. Ik moest denken gisteren toen het nieuws kwam. Dan ga je opzoeken met wie speelde die samen, waar kun je nog reacties halen. Dan zie je ook de naam van Beertje Krijemaat voorbij komen, Koemelijn, dat kan zo doorgaan. Het begint wel erg hard te gaan. Ja, dan word je toch pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt voor die generatie. Ja, zeker. Maar laten we wel zijn dat het leven kreeg eigenlijk nooit grip op Gerard. Want Gerard zag er altijd fantastisch uit. Als je een paar jaar geleden zei, Gerard is al 85, dan geloofde niemand je. Want dan dachten ze, dat is zo'n vitale man. Die is ergens in de 70 jaren of zo, 70, 75, hooguit. Maar zeker niet ver in de 80. Maar uiteindelijk is de ziekte, waar we allemaal zo heel zwaar over hebben en waar we ook met Casper voor strijden om het tegen te gaan, heeft ook op hem vat gehad. En deze wedstrijd heeft hij dan verloren, terwijl hij heel veel andere wedstrijden in zijn leven gewonnen heeft. Even wat duiding voor jongere mensen die hem misschien niet hebben meegemaakt. Wat hij als speler bij Feyenoord heeft gepresteerd, daar kom je tegenwoordig niet meer om. Nou, ik begin nog even eerder als je toestaat. Geboren in Rotterdam in 1930. Op 7-jarige leeftijd bij de opening van de Kuip, daar was hij bij aanwezig. Op 17-jarige leeftijd bij Feyenoord. 369 wedstrijden volgens mij in het eerste gespeeld. 3 keer kampioen geworden, de beker gewonnen. En vervolgens heeft hij alle denkbare functies vervuld binnen Feyenoord. Directeur geweest, voorzitter geweest, erevoorzitter geweest. Heeft nog toen Feyenoord in een diepe crisis gezat, leiding gegeven aan Feyenoord. En mede door hem is Feyenoord ook weer uit crisis gekropen. Dus zeg maar op het veld, maar ook buiten het veld, Mr. Feyenoord. Een leven lang Feyenoord. En ook wel iemand met een heel sterk karakter. Recentelijk nog, toen wij de beker wonnen, toen dachten we, gezien zijn ziekte, misschien is het niet zo handig dat hij meegaat naar het feest. En dan zegt hij één ding, ik kom 70 jaar bij Feyenoord. Ik maak zelf wel uit of ik naar dat feest wil, ja of nee. En ik denk dat dat kenmerkend is voor de persoon Gerard Kerkum. Nu krijg je als voetballer met name vooral altijd heel veel lof natuurlijk, hè, wat je voor de club doet. Zeker als afzet tegen hoe je als bestuurder soms wordt ontvangen. Daar heeft hij ook mee te maken gehad natuurlijk bij Feyenoord. Hoe ging hij daar mee om? Nou ja, zoals ik Gerard heb leren kennen, dat deed hem hoegaand niks. Hij vond wat hij moest doen wat belangrijk was voor de club. En hij begrijpt heel goed dat lang niet iedereen het daarmee eens is. En hij was niet voor de populaire maatregelen. Hij was in zijn ogen voor de noodzakelijke maatregelen. En als je dat doet, dan win je niet de populariteitsprijs. Maar daar is hij nooit op uit geweest. Hij heeft één belang willen dienen. En dat is het belang van Feyenoord. En ik denk dat wij hem daar ongelooflijk dankbaar voor zijn. Volstrekt logisch ook zometeen dat er ook bij stilgestaan wordt. Hè? Wat gaat er in de Kuip allemaal gebeuren ter nagedachtenis van hem op deze bijzondere dag? Nou ja, het begint ermee dat we hem eren bij deze bijzondere wedstrijd met een minuut stilte. Daar hebben we het ook met Dirk Kuyt over gehad. Die vond het ook volstrekt normaal. Die kent hem ook goed. We spelen voorlopig geen thuiswedstrijd meer omdat de zomerstop er is. Nou ja, dan grijpen we deze wedstrijd aan om dat te doen wat hoort bij een zo grote speler en zo grote bestuurder. Namelijk even een minuut stilte. En Feyenoord zal met rouwbanden spelen. Wel een dubbel gevoel vandaag, hierdoor ook.
Het is eigenlijk een feestdag verder. Dat moet en dat gaat het daarna ook worden. Nou, het gaat zeker een feestdag worden. Dat doet niets af dat Feyenoord met weemoed terugdenkt aan een groot bestuurder en een groot aanvoerder. Een fantastische kerel die mij op weg geholpen heeft in de eerste 6 maanden dat ik bij Feyenoord werkte. En ik had het genoeg om altijd naast hem te mogen zitten bij de wedstrijden. En als het goed was, knikte die. Als het slecht was, dan schudde die. En hij wist altijd feilloos te benoemen waar de fout zat. En daar heb ik dan die paar maanden ongelooflijk van genoten.